Ja, hier sta ik naast Ronald. En Ronald, we hebben elkaar al vaker gezien. Want elke woensdag vonden jullie ons op het winkelcentrum Hart van Zuid. En gaven ze jullie allemaal informatie over glasvezel. Klopt. Ja, zeker. En dan sta ik hier weer, want ik ben toch wel weer benieuwd van... Ik heb het al gehoord, ik vergeet het niet, maar zo'n mensen die het nog niet gezien hebben. Glasvezel. Hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat? Nou ja, het is vooral het voordeel natuurlijk wat je hebt als je internet hebt. Glasvezelkastje komt in de modem. Het grootste voordeel is gewoon de stabiliteit. Ik kan het even uitleggen door middel van, stel Arno, je woont naast mij. Ja. En ik ga heel veel downloaden, want ik gebruik heel veel internet. En uiteindelijk wil jij, als je thuis komt voor je werk, wil je ook s'avonds internetten. Ja. Ja, dan ben ik ook bezig. Ja. En dan delen wij het internet. Ja. En uiteindelijk wat we nu aan het aanleggen zijn, is naar iedere woning een eigen glasvezelaansluiting. Naar iedere woning toe. Dus er zit geen buurman of buurvrouw meer tussen die, waarmee je het internet gaat delen. En dat zorgt voor een veel stabielere verbinding. Precies. En dan ook zijn hogere snelheden. Nou, mag jij mijn buurman worden? Ja, inderdaad. Helemaal goed. Het gaat ook echt helemaal, het is echt naar binnen toe. Iedere woning krijgt gewoon een glasvezelkastje in de meterkast. Ja. Als ze akkoord geven op glasvezel natuurlijk, ook heel belangrijk om dat te doen. Het gaat niet vanzelf, we moeten daar echt toestemming voor hebben, er komt iemand voor langs. Alles wordt geregeld, mocht u daar meer informatie over willen hebben, staan we ook dus iedere woensdag, vandaag dus ook, in Apeldoorn Zuid, voor de Zeeman op de Adelaarslaan, van 10 tot 6 met een informatiepunt. Mannen in het groen, die kunnen alle informatie vertellen. Daarover. Ja, en jullie zijn hier heel druk bezig met alles aan het opbouwen hier. En mij zegt, kom maar alsjeblieft, want we willen nog, we hebben iets leuks binnenkort, dus Brandlos. Ja, zeker. Ja. Nou ja, wat wij altijd doen tijdens het hele project is een leuk evenement organiseren. Noem het een glasvezeldag, een informatieavond. Het is in ieder geval een vrije inloop van 5 tot 8 op dinsdag 16 oktober. Woensdag 16 oktober, excuses. Woensdag 16 oktober en zaterdag 19 oktober. Zaterdag is van 10 tot 3. Daar krijgen jullie nog een brief van, want Arno, daarom ben je daar. Ja, op deze avond, of de middag, net welke dag je komt natuurlijk, een woensdag of een zaterdag, gaan we een prijs verloten onder de bewoners die langs zijn gekomen. De wijken Holthuizen, De Hezen en Bummelhof, die krijgen later een uitnodiging, maar daar gaan we ook een leuk evenement voor organiseren in combinatie met een leuke prijs. Dus dat volgt nog. De mensen die deze kaart krijgen, bewoners in Apeldoorn Zuid, dat is een kaart voor een uitnodiging voor het evenement. Bewaar die goed en neem die mee als je naar het evenement toe komt. En dan kun je dus door middel van een brievenbus die we neerzetten, daar verzamelen we alle kaarten in en dan pikken we gewoon willekeurig eentje uit. Dus wie weet bent u de winnaar die kans maakt op één van de drie waardebonnen ter waarde van 50 euro bij restaurant De Smoeser. Klinkt heel goed. Toch? En dat is ook heel goed, want de meeste mensen kennen natuurlijk restaurant De Smoeser aan de Arnhemse weg en dan kun je gewoon heerlijk eten. Dus wat dat betreft hebben jullie wel een hele restaurant binnen. Zeker weten. Ik zou zeggen, mensen, allemaal naartoe gaan natuurlijk en ik hou jullie niet langer op, want jullie zijn heel hartstikke druk. Ik geef jullie een hand. Dankjewel. En succes met alles weer. Hè. Komt goed.